We zijn getuigen in Polderschuw 8 van de 2017 aflevering van het poldertreffen tussen Opperduit en Schuw 8. We hebben hier twee heren van de organisatie die kunnen ons precies vertellen wat er zoal te doen is vandaag hier in de Polderschuw 8. We hebben, met wie spreek ik? Huip Slingeland. En spreek met Jan Nobel. Jan Nobel, maar eens om met Jan te beginnen. Wat kunnen we vandaag verwachten? Vandaag kun je een zeskamp verwachten tussen twee polderschappen, buurtverenigingen. En daar zijn verschillende onderdelen dus bij, met schouwvaren en met brinktonnen, dus buikschuiven over de glijbaan, touwtrekken en we gaan te hebben met een brancard. Heer Slingeland, de bedoeling is natuurlijk dat de twee ploegen dus op een faire manier met elkaar omgaan. Vooral, en sportief en vooral een stuk gezelligheid, hè? Vooral een stuk gezelligheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En het zijn allemaal spelletjes waar eigenlijk geen techniek bij nodig is. Het is allemaal voor het plezier en allemaal gein. En water, veel water. Ja. Ik neem aan dat er wel wat waterlatingen zullen zijn vanmiddag. Er zullen regelmatig de waterlatingen zijn bij de schouwen en bij de toppenvaren. Dat is altijd al zo geweest en dat zal wel iedere keer weer zo zijn. Maar dat is juist het leuke voor het publiek. Ja, precies. Gebeurt dit al lang, dit poldergebeuren? Daar zijn we in 2002 mee begonnen en dit is voor de 8e keer en we doen het om de 2 jaar. En de ene keer op dit terrein en de andere keer op een... De ene keer dan spelen we het af op dit terrein en over 2 jaar dan zitten we weer aan de kant van Opperduit. Juist, dus thuiswedstrijd voor Schuw 8. Voor Schuw 8 is het nu een thuiswedstrijd, ja. Maar het staat precies gelijk. Dus we blijven iedere keer toch gelukkig wel. Jullie zijn aan elkaar gewaagd. We zijn echt aan elkaar gewaagd, ja. Heren, mag ik jullie succes toewensen vanmiddag en een fijne beleving. En heel goed. We gaan het zeker proberen en als het zeker gezellig is, dan is het altijd mooi. Wat is er vanmiddag gebeurd? Nou, we waren al behoorlijk ver op weg met het opbouwen van het geheel. En toen is de wind wat sterker geworden en er is een de tent weggewaaid. Oh ja? Ja, die hebben we weer op kunnen zetten en hij staat nu weer helemaal, maar het was wel... Nou zijn hier een hoop sloten. Is dat ding de sloot ingewaaid? Hij zat echt helemaal midden in de sloot. Dus dat was dan de eerste te waterlating van vandaag? Dat was de eerste te waterlating en het was gelijk een goede training om met elkaar de tent uit het water te halen. Dus wij zijn helemaal geen van Opperduit. Jongen, we staan gelijk al met een puntje voor. Ja, geweldig, dankjewel. We staan hier wel tussen het hart, het centrum eigenlijk van de ploeg van een van de partijen. Ja, en er wordt gecoacht. Er wordt zelfs fanatiek gecoacht, zag ik zo wel. Het lijkt wel om een echt spektakel te gaan. Ja, het wordt een heel spektakel. Een gigantisch spektakel wordt het. Hoe doe je dat al meer, dat coachen voor een ploeg? Of is dit de eerste keer voor deze ploeg? Nee, voor deze ploeg doe ik het nou voor de derde keer, denk ik. Ja. Want kijk uit, wij komen best wel uit Opperduit, is jullie devies. Dat is mooi. Maar, hoe liggen de verhoudingen, denk je? Gelijk spel. Ja, in het heis van de strijd hebben jullie afkoeling gezocht. Lekker nat geworden. Ja. Maar hoeveel meter hebben jullie eigenlijk gevaren? Nou, ongeveer 30.
Centimeter. Het ging niet goed, hè, met deze twee groene jongens. Nee. Nou, vooral met hem niet. Maar hoe komt het nou? Ommelands in het hele gebeuren? Want ja, die ton die ging, ja, die ging al voordat jullie goed en wel betrokken waren. Het zat al enigszins scheef en toen werd er een flinke haal gemaakt door het water en toen was het voorbij. Tussen de gele en de groene, zullen we zeggen, die wordt op het scherp van de snede uitgespeeld. Maar ook met een hele hoop nattigheid. Dat is zeker waar. Wat zie je eruit, joh? Ja, ik zat precies aan de kant waar het water heen werd gegooid. En mijn vingers begonnen pijn, dus ik moest even overswitchen. Ja, dat ging met die blauwe ton, met al die gaten erin, hè, waar jullie de vingers in... Dat is jullie wel goed gelukt, hè? Ja, we hebben toch wel gewonnen. Daar ben ik wel blij mee. Ja, ja. Toch het harde werk niet voor niks geweest. Ja, ja, ik zag er ook wel zelfs met een voorhoofd werden de gaten. Ja, dus helemaal af. Ik heb het met mijn tenen gedaan. Let's go.
Zo, de heren van de gele ploeg. Van op en uit. Op en uit. Zeg, wat mij opviel met de touwtrekken, want daar zitten we nu middenin. Hoeveel zware jongens hebben jullie op en uit? Dat is geheim. Dat houden we strikt geheim. Gewoon pure spierkracht. Kant wordt er gezegd, maar we gaan er toch eventjes een praatje van maken, want ja, oh echt, dat spel met die brancard, dat is jullie wel goed bevallen, maar nu is het weer een voordeel dat jullie lichtere mensen in de strijd hadden, hè? Ja, het scheelt wel, ja, als je lichtere mensen hebt. Touwtrekken ging niet zo, omdat het gewicht... Dan hadden we iets wat te weinig gewicht. Dus nu is het lekker snel, goed. Ja. Hoe zat het nou met het ei? Was het er dan vastgeplakt of was het echt een los ei? Nee, dat was gewoon een los ei. We zijn wel eerlijk. Ja, tuurlijk. Eigenlijk de captain van Op en Uit. Je krijgt eerst van de... Ja, wat ik daarmee? Aan het einde van een prachtige dag staat hier een heel tevreden mede-organisator. Mede-organisator wel, ja. Een teleurgestelde mede-organisator, want... Schuwacht, hebt een beker, de emmer in moeten leveren. Ja, precies. Die emmer, hè? Want daar gaat het om. Ja, daar gaat precies. Het om. Ja. Waar stond hij bij jullie? Hij hing bij ons in het clubhuis. Daar hebben we nu een lege plek. Wat is dat toch, dat Op en Uit zulke zware mannen heeft? Ja, ik heb geen idee. Nee. We gaan ze niet extra voeren bij ons, hoor. Nee. Maar in ieder geval is een zeer geslaagde dag. Geslaagde dag. En vooral een stuk gezelligheid. Gezelligheid en we gaan nog lang niet naar huis. Blijf nog gezellig. Geweldig. Nog prachtig weer. Ik zou zeggen tot over 2 jaar. Zeker. Okay. Jullie vast weer uitgenodigd. Juist. Het is reuze leuk dat jullie erbij waren. Dankjewel. Het is voorbij. De 2017 aflevering van het poldertreffen tussen Schuwacht en Op en Uit. En de stand is bekend, de punten zijn geteld. En het was een zeer geslaagde dag en het was echt heel leuk om er als ZTV Krimpenerwaard ook bij te zijn. Met camera, met Lucien en ondergetekende. Tot een volgende keer.